NEC heeft donderdag 4 jeugdspelers vastgelegd. De voetbaltalenten Ayman Salouf, Anthony Moussaba en Rikson van Hees hebben een contract getekend van 2 jaar. Robin Roels zette zelfs een handtekening voor maar liefst 3 jaar. Ik ben Anthony Moussaba. Ik ben 18 jaar oud. Ik woon in Beuningen. Ik ben geboren in Nijmegen bij het CVZ hierachter. En ik heb vandaag mijn eerste contract getekend. En het smaakt echt naar meer. Ik heb er zin in en ik wil echt belangrijk zijn voor het team en voor NEC, voor de club. Ja. Ja, ik sta zeker te popelen. Ik heb er echt zin in. Ik wil zo snel mogelijk aansluiten bij het eerste elftal. Dat is mijn doel. En vanuit daaruit belangrijk zijn voor de club, voor NEC. En van daaruit mijn doel te volgen die ik heb gesteld, zeg maar. Ik ben rechts en links buiten. Ik ben een technische speler die snel is aan de bal en zonder bal. Ik kan makkelijk mijn man passeren. En ik hou van scoren en assist geven. En daar ben ik ook goed in. Ja. Nou, ik ben Robin Roefs. Ik ben keeper. Ik ben nu eerstejaars B. En in het veld ben ik gewoon een rustige jongen. Ik straal rust uit. Ik kan goed meevoetballen en af en toe nog een balletje pakken. Dus. Ja, ik denk dat voetbal steeds belangrijker wordt. Dat keepers ook mee kunnen voetballen. En dat die gewoon onderdeel zijn van het team eigenlijk. Dus ja, dat is ook gewoon fijn om te kunnen dan.